Goedendag, het is al enkele dagen behoorlijk koud in het land. Daarom hebben we enkele tips om de levensduur van de fietsaccu te verlengen in de winter. Tip 1. Laat je accu nooit op bij temperaturen onder het vriespunt. Het opladen van je accu kun je het beste binnen in huis doen. Let erop dat de temperatuur in de garage ook onder het vriespunt kan komen. Tip 2. Staat je fiets de hele dag buiten, bijvoorbeeld op het werk of bij het station, en heb je een afneembare accu? Neem hem dan mee naar binnen en bewaar hem op een veilige, warme en droge plek. Hierdoor blijft de accu-radius optimaal. Tip 3. Wil je na je fietstocht de accu opladen? Leg hem dan eerst een half uur in een ruimte die op kamertemperatuur is, zodat je accu eerst kan opwarmen. Tip 4. Berg je accu nooit leeg op. Wanneer je de e-bike in de winter niet gebruikt, is het belangrijk dat de accu minimaal voor de helft geladen is, voordat je deze opbergt. Wanneer je de accu langer dan 2 maanden laat liggen, is het belangrijk om de accu even bij te laden, zodat deze weer in een actieve modus komt. Tip 5. Verleng de levensduur van je accu door deze op kamertemperatuur en op een droge plaats te bewaren. Temperaturen onder de 10 graden zijn niet wenselijk. Tip 6. Wist je dat er speciale accuhoezen zijn om je accu te beschermen tegen de kou? Hier hebben we een hoes. Mooie isolatie. Heel eenvoudig om de accu in. Dit allemaal ter bescherming van de accu. Dankjewel voor het kijken en we hopen dat je er iets aan hebt gehad.